oebelen uit de woorden, een voetballer om van te houden. DVS jouwt ONS voetballes. En waar oh waar scoren er bij LDO DK. Het is manje 3 december, dit is de sport in Popslag. Goeien, nog 2 nachtjes sliepen, dan is het Sinterklaas. Nou eerst in de nou komende 30 minuten omtinkend van de Friese sport. En naast de alneemde onderwerpen ik weer omtinkend van uw eigen Dirk Buitenzorg. Want het hinder van de sportredactie gie onder het mes. En het die heel zeer, maar hij had nou geen bal meer. Aasen alle bloederige details, nou eerst het betellen voetbalnijs. Cambuur had met 3 overwinnings op Riegen de aansluiting met de top 5 weer te pakken. Vreetioen won Cambuur met 3-2 van Telstar. Op de basis van dit succes stiet Oebele Skokker. De Maradona van de Woden had deze zimmer de stap maken van Harkemase Boys naar Cambuur. En daar werd voor oren de stap van de amateurs naar het betellen voetbal nogal grut is, liek het Oebele Skokker vrij makkelijk over te gaan. Jelle Jelien, wie Oebele Skokker, part-time voetballer en fulltime koerier. Nou is hij net alleen nog heid van de Seisman Arde Sam, hij is ook fulltime profvoetballer. En die hele leven het op de kop stond. Maar nu is het wel heel positief natuurlijk. Is het leven nou eigenlijk verloren? Nou hij in het betellen voetbal speelt, is dat voor jou helemaal oors? Maar het valt op zich wel mee. Ik wist sowieso van het moment in dat ik natuurlijk met hem kreeg dat het voetbal op nummer 1 stond. Of de mensen dat voetbal heel veel voor hem zijn. En het is alleen nog maar een hele grote wens voor hem was dat hij tel voetbal in koer. Dat is nou eindelijk dan Safir dat hij dat dwang kent. Dus dat is alleen maar mooi voor hem. Nou riet Oebele in Stefan naar zijn klanten. Haast Elze Dij van Nij Wanne naar Jouwert. En daar had hij succes. Jonken een basispak keerde de laatste weekend ik weer wat beter met de ploeg. En daarbij speelt Oebele een belangrijke rol. Op deze jong kan Cambuur bij Weenst op Telstra weer aansluiting krijgen bij de top. Boeten wacht ze op dat stuit treien al ploeggenoten van Oebele. Klaas Cotanus speelde in de jeugd van Cambuur en Jereveen met Oebele. En kwam uiteindelijk naar 10 wedstrijden van het eerste van Cambuur. Jacob de Vries wie je tol wie je keeper bij Jereveen, maar speelde nooit in het eerste. En Jelme Slager had maar zien 30 wedstrijden van Cambuur de meeste ondervinding van deze treien. Is dat de tocht dat hij het zak goed was hier bij Cambuur? Ja, dat hier ik wel verwacht. Ik weet ook wel zijn kwaliteit en dat wel moeten kijken dat hij hier wel zo slag is. Maar dan is het eigenlijk als het samenkast heel vreemd dat hij nooit jeder slag is, of wel? Nee, misschien wel net. En ik kiet er mooi Klaas ik hoor en die zei ja, hij wil eerst wel wat iler om samen te zitten. En in het amateurvoetbal heeft hij natuurlijk wel een groei trof maken. Dat is het over Harkema hier naar taak is dat hij wel een stap vooruit. En dan moet ze maar weer zijn op die 28 is volgens mij. 20, ja. Ja, nou ja, dan moet maar zijn litten. Nou, en dat doet er goed. Is hij wel een beetje jaloers? Nee, dat is hartstikke mooi. Ik bedoel, Oebele en ik ben heel verschillende voetballers. En dat hij een challenge, dat is gewoon mooi. En dat gunst hem ik. Ja, ik denk wel dat hij zich ontwikkeld had. Ja, te leer weet ik net. Hij wie wat te vol al in bij balbezit. Wie er een pion west rekening waren moest steeds maar. Ja, nou is het toch wat meer dan dat. En als iemand het er maar eens is dat het goed gaat met Oepie, dan is het Henk Wol. Oepie kan gewoon een legende worden in Friesland. Hè? Dat is er al een beetje op amateurgebied. Maar dat begint er nog jerk te worden. En dus zorg ik dat hij fysiek in water is. Nou. En dat hij steeds sterker wordt, dat hij conditioneel steeds sterker wordt. Dat betekent ook dat hij zijn acties meidje kan.
Hij kan aan beslissend worden. En dit is wel iets wat voor Cambuur meesten, hè, van oorsprong een Cambuur jongen, computer jeugd. Ja, wat voor onze publiek natuurlijk prachtig is dat Oebele Skok hier is. Ja, en hij had nooit, ze had zijn naam ook mee, want er is maar niet een Oebele Skokker in Nederland. En dat is, dat merk ik ook ergens oorsprong. Ik heb altijd een Oebele Skokker. En ja, het is een beetje een cultfiguur aan het worden, hè. Mooi. Ja, daar ken ik echt van genieten. Ik zie hem een beetje als mijn lietse jonkie. Op de tribune ek Heit en Mem Skokker. Want waar Oebele is, daar ben Heit en Mem. Hoe grutsk ben je op je zoon? Heel grutsk. Ik vind het mooi dat er hier nog voetballen. Ja, oei. Hoe zit het met jou, Heid? Is het een soort van droom nu? Komt nou dat je zoon met betellen voetbalspelen? Mijn eigen droom is niet weten, hè. Het is gewoon 5-6 jaar eerder matten, hè. Ja. Wat is er gebeurd dan? Nou, hij is hier best en hij is een beetje futjager door Dirk de Boer, hè. Maar net is het in de Dirk de Boer en het feit dat Oebele nou 28 is, flikte je toch maar even. Daar werd teamgenoten als Barto en Mark Dijkstra langer wennen moeten om de stap van het amateurvoetbal naar je betellen voetbal, had Oebele net alleen nog een basisplak, maar is hier ook nog eens belangrijk voor de ploeg. Zou ik Arun Vreten Jongetje in Telstar. Bij de eerste goal komt de goede actie van Oebele en is het doelpunt van Tiga Duwini. En ik bij de tweede goal van Cambuur speelt er een grote rol, maar dit vrije stekpaaske op Erik Bakker. Cambuur wint uiteindelijk met 3-2 en dus gaat Oebele met een goed gevoel van het veld. Is zwaar bevolkt een pas. Zelf tevreden? Eerste helft wel. Tweede helft hebben we het net geweldig uitspelen. Alleen dat de punten tellen, dat is het belangrijkste. En de zwaaien heiden mee. Ja, ja. Oké. Ja. Gewoon enthousiast, hè? Ah, ja, ik zie ze mooi mee. Ja, dat snap ik. Dankjewel, joh. Hey, Jim, ik bedankt. Goed zo. Hoi. Yo, hoi. We nog twee wedstrijden te gaan voor de winterstop, maar ONS, de koprinner in de haatklasse sneun, dit week een opnemertje de nummer 2 en dat is DVS 33 uit Ermelo. Het verschil tussen beide ploegen is 4 punten en bij Weenst krijgen de snitsers de titel herfstmeister. Een dubbele domper van trainer Jan Flap is het uitvallen van Alen de Boer en van Mark de Vries tijdens de warming-up. Beide jouwe oren dat ze net starten kunnen in deze absolute topper. En daardoor beginnen Jurjen Bos en Marco van Leijen in de basis. Haddadi. In duel met Goedhart. Krijgt help van Chris de Wacht. Daardoor is de ronde van het schot van Maurice de Ruiter. Het is het eerste echte gevaar in deze wedstrijd na 9 minuten. Grunder. Loopt goed naar binnen, hè? Grunder, stiekem de combinatie, maar de Ruiter nog altijd. Grunder, is dit Ieperingstreffer? Nee! Centimeter scheelt het. Marlo Grunder. De Ruiter. In combinatie met Koert. Krijgt hij de bal nog bij een mooi speler? Ja, bij Haddadi. Nog altijd Haddadi en Landlust. Maar de Votten. Ze hebben er toch al drie goede mogelijkheden geweest voor de thuisploeg om de score te iepenen. ONS dan, mij van der Heijden. González, Jim boet een spul, González. Maar zijn schot mist alle jochting. Goede mogelijkheid toch voor Curtie González. Grunder. Nee, Haddadi. In duel mij Goedhart. Haddadi en de redding van Landlust. De vervanger van Alegeert de Vries. De Vries is ontemooi de winterstop uitskerkelen. En daar komen ze weer. Mooi de Ruiter en op een einde redding van Landlust. En zo is er eens maar één ploeg die het echt voetballet. En dat is DVS 33. Zit in de blessuretijd van de eerste helte. Corner van de linkerkant van de Ruiter. Kwad. Goedhart brengt die bal bij Haddadi. Jonge jongen, wat een knal. En zo had de thuisploeg al saai zo'n echte mogelijkheden om de score te iepenen. Maar ziet het nog altijd 0-0. Smeding. En dit dan de iepeningstreffer. Nee, want Grunder komt goed voor Goedhart. Maar Marlo Grunder scoort net. Hoe is het mogelijk? Goedhart mij de vrije trap. Leo de Wacht pompt die bal er nog een keer in. Van der Heijden. Bos is voor de goal. Jurjen Bos, nee! En zo is de koersverhouding in deze absolute topper 8 voor DVS 33 en 12 voor ONS. En dus valt er genoeg te bepraten in het skoft van trainer Jan Flap. Van der Heijden.
Knappe stekpaas naar González. Waar zit er voor de goal? Het is Noordmans. Een teerlengte komt het te kwad. Haast een oude voetballer. Nog altijd 0-0. Grunder. Nee, Akla. Even wat rondte onder jochterkant. En daar zit de Ruiter. En het is de 1-0. Maurice de Ruiter. Knappe goal van de technisch begaafde middenvelder. En het is ook meer als de jochter. Want de ploeg uit Ermelo voetballet om te winnen. En ONS voetballet eind alleen nog maar om tien te houden. Akla, in één keer vrij voor Landlust. Akla, maar de beslissing nee, want de redding is van Landlust. De wacht, nee, Goedhart, de knoei achterin. En dan nog de facet van Haddadi. ONS is er heel dol aan. Maar had gelok dat Akla mist. En dan komt het brekkiezer. Mark de Vries, maar nog een lietje tier te gaan. De Ruiter, in duel met Goedhart. Oh, Goedhart, dit is een strafskop, dat kan het oors. Ja, zei skiesdochter Ebink. Ik nog de gele kaart voor Patrick Goedhart. Maar volle belangrijker, dit kan wel eens de beslissing worden. De definitieve beslissing. Het is Roald de Vries. En hij faalt net. En dan hebben we nog 10 minuten te gaan. Maar die tussenstand van 2-0 voor DVS 33. Knappe bal van Van der Heijden op Mark de Vries. Brugucci in lichaam. Chris de Wacht bij het schot. En dit is Hens. Dit is Hens van mijn heer. En dat is Schuentroch, de skiesdochter. En wat doet hij dan? Wat doet hij dan? Hij loopt de rode kaart. Is er nog een ontsnappingsroute voor ONS? We zitten in de 88ste minuut. DVS 33, maar een man minder. Maar die penalty moet er nog al in. En die gaat erin van Van der Heijden. Sander Van der Heijden brengt de storm weer voorom. Nee, 2-1. Zitten vier in de blessuretier. Rosenburg pompt die bal nog eens een keer in de section. Mark de Vries komt er net aan. González dan. En ja, een oetreding nog. Zijt skiesdochter Ebink. Want Soykan maakt het een oetreding op de Lietse oorvaller van Snits. En dan wordt dit de allerlaatste mogelijkheid. Wordt het een linkspoort of een jochspoort? Het wordt een linkspoort. Het is de Wacht. Het is de Wacht. Het is Chris de Wacht. Hoe is het mogelijk? Het is het wonder van Ermelo. ONS steelt hier een punt. In de absolute toppertje in DVS 33. 80 minuten lang de onderliggende partij. Maar uiteindelijk wel met 2-2 van het veld doorstappen. Ja, en na Ouderin is het dus de bleedskip bij de Snitsers naar een vieren Houdini act. Mijn dank dus om die magistrale vrije trap van Chris de Wacht. Toen hij floot, dacht ik van ja, er was nog één kans. Want als ik hem neerschud of weet ik voor de keeper, dan is het clear. En nou ja, hè, dan was het gewoon een ja, vrije trap, dan werd altijd op oefenen haast. Sjordine ging hij erin, ging hij wel doorheen, rekst hem goed. Ik wist nooit van tevoren weten, maar ik rek hem aardig goed. En zo, ik weet als hij doorheen gaat, dan krijgt hij heel veel snelheid en dan is het heel moeilijk voor de keeper om te pakken. Ja, ze voetbalden goed en ze voetbalden makkelijk, alleen ja, wij krijgen ook een aantal kansen en het gaat gewoon om wie de meeste goals maakt. Dus ja, als je een aantal kansen al telt, is het misschien wel dat je zegt met DVS... Misschien? Ja, misschien. Ja, je moet een beetje je roze bril ophouden. Ik wil even eerlijk wezen. Nee, het is de DWS speelde gewoon goed. Die had in principe toen 2-0 was, geef je er ook weinig voor. Maar ja, dan blijkt dus toch dat er heel veel karakter in de groep zit. Dus, en dan vol doorgaan en dan krijg je loon naar werkers, noem ik het. De storm dan in de haatklasse. ONS bloot koprinnen, maar 24 punten, nu 12 spelen wedstrijden. En het god, maar SVZW en DVS 33, is nog altijd een fjouwer punten. Maar zocht ik naar de opmars van Harkemase Boys. De Boys woen dit weekend met 2-1 van VVOG en steen nu op het 8e plak. Na je weekend dan speelt het ONS thuis tegen WHC en Harkemase Boys maakt uit naar Berkum. Korfbal dan. LDO-DK spelen sneeuwen de vierde wedstrijd in de Korfbal League. Naar de verrassende winst thuis in de eerste wedstrijd op Blauw-Wiet Amsterdam volgen twee nederlagen in PKC en DVO. De ploeg van trainer Jan Sjoerd Pol kreeg de complimenten over het spul, maar ging in de slotfases onderuit. Sneuntioen troffen de Gediksters thuis een concurrent in de strijd om de onderste plakken. Dalto uit Driebergen. LDO-DK stiert 8e met 12 punten. Dalto is 9e met 1 punt. Voor beide ploegen is Weens dus van groot belang, want de winnaar stiert boppen de degradatiestreek. De laatste twee duels waren een soort vregen van André en Erwin Zwart, zowel verdedigend als onvallend. De strategie is dan ook om de kracht meer over de ploeg te verdelen. En het begin is goed van de ploeg van Jan Sjoerd Pol. Ze komen op een vlotte 1-0 voorsprong en dit is de treffer van Marion Visser. 2-0
Een heel aardig begin van deze wedstrijd. Maar Dalto uit Driebergen is net een ploeg die je samen kwijt binnen. Van Grutte Oostoon, Jelle Steenbeek, draaien gelijk, alles weer in liekwicht. Het bloed gelijk opgaan op 4-5. Maar dan is het André Zwart met 2 treffers op Riegen. En weer een Leeds gotje. Het onvalsvak van zijn broer Erwin Zwart rent stroef en Dalfo profiteert met de 4e goal van Jelle Steenbeek en de terugbraak van Barbara Brouwer. En dan is het op een ei gelijk. En welke kant het duel dan uitgaat, dat is dan de grote vraag. 5 minuten voor het skoft is het Dalto die de rollen wat omdraait en de voorsprong neemt. Van Grutte Oostoon, Maarten van den Brink, Sien Tolve. En nou dus Dalto aan de goede kant van de score. En wat kan LDODK vlak voor het skoft in die laatste 3 minuten? 12 punten achter. Maar daar een prima doelpunt van Hildo Slagman. Hard redden in de eerste helft. En het verschil is nog minimaal. Maar er is nog tijd en daar is de flater van Bart Nieuwenweg. En dus de strafworp voor LDODK, Erwin Zwart. En dat betekent dat de voorsprong daar toch weer is vlak voor het skoft. Nog 10 seconden te gaan. Misschien nog kans voor Ian Scott. Erwin Zwart van Grutte Oostoon. En met 14 tolven is die voorsprong natuurlijk heel noffelijk richting de tweede helft. LDODK veerkrachtig. En het aardige is dat er over een heel soort schieven gescoord wordt. Dat werd het doel van de ploeg van Jan Sjoerd Pool. Maar in die tweede helft zult Dalto vjochtje voor de kansen. En die komen er. Hier een kansje dichtbij van Nieuwenweg. En dan is het gewoon weer 16 gelijk. Het is heel dreig om los te komen. Maar bij LDODK is de taakverdeling heel goed. Nou mij, Marcus de Boer wordt meer voorin staan. En dit is zijn tweede treffer. En het verschil rint weer uit naar 2. Jontje Santje. En bij Dalto, daar hekert het dan. En zo dit dan van Erwin Zwart de genadeklap wijzen. 20 Santje. Maar Dalto vjocht het van Sels voor de laatste kans. Want verslijn ben je net bij Zijlkorwal met 3 goalsjes verschil. Bart Nieuwenweg met zijn 5e treffer. En dan is het gewoon 20 Nieuwentje. En komt er toch weer spanning op die laatste minuten. Vjochtje als Leeuwen doggen ze bij LDODK. Druk op die verdediging. En Dalto werkt het mij. Met de ene misser naar de oren. En dan is de rebound voor LDODK. En haar ze even lucht. Prachtige paas Marion Visser op Rianne Nijholt. En die maakt het kreers. Oh, haar tweede treffer in de tweede helft. De vervangster van Sita Bijker docht het uitstekend. En het verschil is weer op draaien gebracht. 22 Njontje. En is het dan eindelijk zijn 4? Nee, nog lang net. Want Maarten van Brenk, zijn zoon de treffer, brengt het verschil weer om naar 1. We hadden de laatste seconden van de wedstrijd. Betty Jansma en met haar 4e treffer helpt zij de oerwinning over de streek. Een prachtige collectieve oerwinning met 10 goals van de vrouwen van LDODK. Zwaarder van 23-21. Ja, ik twijfel nog wel even, want het wint al een hele minuut. Dus hij moest wel zitten. Als ik op skate, dan moest hij zitten. Maar ik hier zag wel een roemte. Ik dacht, ik lees hem erin. Kunnen we na 4 wedstrijden concluderen dat je misschien wel net degradatiekandidaat noemer 1 bent? Ja, je kan ook nog niks concluderen natuurlijk. Vorig jaar begon ik DVO en Dossi begon ik goed op het begin. Maar als wij gewoon zat trokken en dan krijgt iedereen het lastigste nieuws. De stond PKC, na 4 wedstrijden, die ploeg zit bovenaan met 8 punten, VAR, Blauw-Wit Amsterdam en DVO. LDODK zit op het zondeplak, met liekevolle punten als KZ en NIC. En tak om sneun, dan kan LDODK in Dordrecht verder oorstoren nemen van het laatste plak. Dan moet er wel woon worden, tjen de hekkensluiter, en dat is DTOS. Epke Zonderland is op een nij nominaire voor Sportman van het Jaar. Zonderland woonde Arune Simmer Olympisch goud, maar een spectaculaire oefening onder rekstok. Wien server Dorian van Rijsselbergen en reetrieder Stefan Groothuis ben ik nominaire. Vliene hier waard Zonderland kroont, ta sportman van het jaar.
En bij de vrouwen is Sielster Marit Bouwmeester van Watten nomineren voor de titel Sportvrouw van het Jaar. Bouwmeester woon bij de Olympische Spelen het zilver. De andere nomineerden binnen zwemster Ranomi Kromowidjojo, Amazone Adelinde Cornelissen en hutfietster Marianne Vos. Niels Meeshoes waren gesneurd van een primeur bij de marathon van Assen. Hij is de eerste uit Zeeloon opkomstige rider die de marathon wint. Meeshoes, die het wennet in Tjalbert, is in de eindspurt te sterk voor Bart de Vries en Ingmar Berga. Bij de vrouwen komt Voske Tamer van der Wal als eerste door de streek. Zij wint in de massasput onder oren van Manon Kamminga van het Jervingen. Elmer de Vries werd vijfde en is daarmee de nieuwe klassementsleider. Het is de dag van de operatie van Dirk Buitenzorg. In de Bistekliniek in Wolvegeer is alles uit de kast hellen voor de castratie van Us Dirk. En dat is nodig om Dirk rustiger te maken en daardoor kan hij uiteindelijk ook een beter draafhinder worden. Maar zo'n operatie, dat is net niet. Nou, in principe is het heel simpel. Een castratie wil niks meer en niks minder zeggen dan ze ballen eraf. Wat hij nou dien? We hebben een ranule hebben we in de halsader van Dirk geplaatst. Zodat we daardoor de medicijn, antibiotica en pijnstillingen toe kunnen dienen voor en tijdens de operatie. Nog even de moele omspillen en dan is de tarieding van de operatie klaar. Maar dus Dirk had nog geen idee wat hem te wachten stiert. Ik zit nu op het bed waar het paard straks op komt te liggen. En dan komt Dirk met de benen in de lucht. En dan komt hij aan de gasnarcose en vervolgens binden we zijn achterbenen uit elkaar en kunnen we dus die ballen goed vrij prepareren en ja, netjes castreren. En dan is het zafier. Dirk wordt Islië gebracht. We hebben met Dirk met een sportpaard te maken en het gaat erom dat hij daar zo min mogelijk last van heeft. Want prettig is het natuurlijk niet, alleen we moeten het zo zien te doen dat het paard zo snel mogelijk weer kan koersen. Der luidt er dan, Us Dirk, maar de voeten wiet. Dat is toch even slikken als je man binnen. Een castratie kan ook steend uitvierd worden, maar bij Us Dirk gaat het via de lies. Daar zit een grut variant aan. Dan gaat die heling die gaat veel sneller. Dus, en het paard is veel sneller pijnvrij. Het is een volledige steriele operatie. Dus er komt ook nooit wondproblematiek voor, zoals bij een staande castratie. Schutrups is Joert net de uitvierende chirurg. De zware taak om Us Dirk te helpen laat op de schouders van Erik Leusink. Hey, jongens, ik vind me net helemaal lekker. Ik word beroerd. Kan je me even vasthouden? Het werk gaat intussen wel terug en de producten van Dirk die bedaar je net in het jiske vet. Nou, ik neem de ballen in deze koelbox mee naar Lelystad, naar de genenbank. En dan maken we ze open en dan proberen we daar zoveel mogelijk sperma nog uit te halen. En dat gaan we invriezen en dat stoppen we in de genenbank. En dat slaan we op in vloeibare stikstof. Dat blijft het heel lang goed. En dan kan later ooit nog eens iemand gebruik maken van het sperma van Dirk. Er kunnen dus nog lietse derkjes komen, letter. Ja, zeker weten, ja. De operatie zit erop en dus wordt dus Dirk weer optakelen en kan hij zijn roes uitsliepen. Hij had het geweldig dien. De hele operatieprocedure is volgens het boekje verlopen. Geen complicaties, geen bloedingen en hij ligt nu lekker uit te slapen. Ik verwacht dat hij met een kwartiertje weer wakker is en om zich heen zal gaan kijken. Maar nee, de operatie is prima gelukt.
Goed zo, jongen. Toppie. Keurig. Nije wieken in Usderk. Ek zonder bal, bloed, Derk buitenzorg, een twesbongel. En dat zag hier de sport op Dissemanje 3 december. En voor alle mooie, toch nog een gezellige jong. Dag.